Na inmiddels drie achtereenvolgende kwartalen op rij met groei, liet ook het derde kwartaal van 2014 een duidelijke stijging zien. De omzet van kleinhuishoudelijke apparaten groeide maar liefst met 10%. De crisis lijkt daarmee ver achter ons. Nagenoeg alle door GFK gemeten productgroepen staan op groen qua groei. Eén opvallende wil ik er graag uitlichten deze periode. De omzetontwikkeling van stofzuigers was de laatste kwartalen telkens moeizaam. Tot aan het derde kwartaal. De omzet groeide maar liefst met 13% vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Deze plotselinge groei is het resultaat van de invoering van het energielabel per 1 september jongsleden. Deze labels kennen we bijvoorbeeld al langer binnen de witgoedmarkt. En nu geldt dat vanaf 1 september er geen stofzuigers op de markt mogen worden gebracht met een motorvermogen van meer dan 1600 watt. Voor veel consumenten was dit kennelijk reden genoeg om in de uitverkoop nog een stofzuiger met hoog vermogen te kopen. Anderzijds zagen we veel nieuwe energiezuinige producten op de markt verschijnen. Kortom, de markt voor groene stofzuigers is in gang gezet. Benieuwd hoe deze trend zich voortzet, GfK brengt het voor u in kaart.